Yo Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe miniserie van Animal Crossing New Horizons. Want sinds een tijdje kan je met dreamcoders naar andere eilanden en ik ga op zoek naar de allerbeste thema-eilanden. En natuurlijk beginnen we met Kanto. De regio van de allereerste Pokémon game, dus dit is Pokémon in Animal Crossing. Wil jij Kanto ook bezoeken? Dat kan, want ik zet de code hieronder in de beschrijving. En daar gaan we, jongens. En we zien het al gelijk, hè. Dit voelt gelijk zo retro. Dit voelt gelijk Pokémon. Super vet. Laten we eerst even naar de map kijken. Wat zien we hier? Dit is het huis van Zoms en James. James? James? Het huis van Camino. Oh, dit is Brock. Holy crap. Het huis van de chairman en Misty is ook van de partij. Oh, dit is zo cool. Laten we eerst hier naar links gaan. Oh, wacht even. Volgens mij is dit Pallet Town. Dit is sowieso Pallet Town. Dit is je eigen huis. Dit is het huis van Ash. En dit is dan natuurlijk het laboratorium van Professor Oak. Super cool. En dan heb je hier het huis van je rivaal inderdaad. Nice. Oh gosh, ik ben zo benieuwd naar Ash's huis. Ah, nice. Ja, kijk, dit is de woonkamer. Dit is gewoon een leuke woonkamer. Niet per se Pokémon, maar ik ben benieuwd naar de zolder, want daar woonde Ash. Het is een mooi huis, maar het voelt nog niet per se Pokémon, jongens. Oh, maar dit is wel leuk. De kelder voelt als een soort van outdoor gebiedje waar je Pokémon kan vangen of kan spelen met Pokémon. Leuke patroontjes allemaal. Bulbasaur, Squirtle, Caterpie, Shellder, Diglettje, Pikachu, Charmander. Ja, dit ziet er wel leuk uit. Vet. Jongens, we gaan gewoon even verder. Wie is dit? Tangi. Ah, dit is wel leuk. Tangi is wel grappig. We laten deze Pokémon genaamd Tangi even voor wat het is. En we gaan onderweg. We gaan naar route 1. Kijk dan. Dit is zo cool. De bosjes uit de Pokémon-serie staan erop. De ledges uit de Pokémon-serie staan erop. Kijk, hier moet je inderdaad HM01 gebruiken. Cut om dit bonsaiboompje, wat later een pseudo-woodo werd, om die weg te halen. Als je Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee hebt gespeeld, dan moet je dit sowieso herkennen. Ja, dit is echt supergoed nagemaakt, want dan loop je de eerste stad in en dat is dan natuurlijk Viridian City. Heel gaaf. Dit is dan het huisje, dat zou dan de Pokémarkt moeten zijn. Dat is het huisje van Margie. Dit is zo cool gedaan. Ook deze patroontjes hier op de vloer van het dirt vind ik echt heel nice. Past echt heel goed bij Pokémon. Oké, laten we hier naar links gaan. We zien weer een Caterpie tussen het gras. Heel vet. What? Kijk deze Snorlax. En kijk het detail, hè. Snorlax heeft natuurlijk altijd honger. En je maakt hem wakker met de Pokémon fluit. En die ligt hier ook gewoon, zodat we de Snorlax kunnen wakker maken en door kunnen gaan. Wat cool. We kunnen hier hoppakee over deze ledge. Oh, wow. Dit is de Diglett's Cave. Dit is zo creatief gedaan. Er is dus hier gewoon zo'n stenen poort geplaatst. En daarachter een wand met een zwarte achtergrond. Zodat het net lijkt alsof je gewoon zo hier een grot binnenstapt. En kijk de bovenkant van deze grot. Dat is de vloer die je ook ziet in de Diglett's Cave. In de oude Pokémon games. Yo, dit is echt heel nice gedaan. Fossielen erbij die je natuurlijk kan vinden in de grotten. Wow, dit is Mount Moon. Met allemaal Clefairies natuurlijk. Je ziet hier ook wat asteroids. Als je de serie hebt gekeken, weet je waarom de asteroids en Clefairies bij elkaar geplaatst zijn. En inderdaad hier weer dezelfde ingang gebruikt. Heel cool gedaan, zeg. Dit is zo cool. Dit brengt echt die oude Pokémon vibes terug, jongens. I love it. Ik wil hier gewoon nog een keer doorheen lopen. Dit is zo cool. Campsite is hierboven. Uiteraard ook de Star Pieces. Die horen ook bij Clefairy. En de grote maan daarbovenop. Ik wil zo graag die items. Die items zijn zo cool. Ik ben nu al benieuwd wat we hier nog meer gaan krijgen, jongens. Hier een leuke Pokéball op de grond. Hier zien we een raketje en een Shellder. Wiens huis is dit dan? Let's go. We gaan even binnenkijken. What? Dit is zo cool. Dit is Team Rocket's hideout. Vandaar dat natuurlijk ook buiten die raket stond. We zien hier de outfits van Jesse en James. En natuurlijk de raket, ja, van Team Rocket. Oh, en die achtergrond. Die achtergrond die doet me denken aan de capsule waar een Mewtwo opgesloten zat. Ja, en check dan. In de hoek staan natuurlijk allemaal kattenspullen voor Meowth. Hè? Jongens, logisch. Een krabpaal voor Meowth. Dit is echt heel vet gedaan. Team Rocket's hideout?
Hey, deze krijgt gewoon een 9 van mij. I love it. Dit is echt heel goed gedaan. Ja, man. Die raket hier aan de buitenkant. Heel, heel nice. Oké, jongens. We gaan door. We gaan hier naar links. En dan komen we in de volgende stad. Even kijken. Welke stad zal dit dan zijn? Oh, dit is de fishing road. Ja, en hier. Ja, kijk. Hier ga je natuurlijk naar de SSN. Dan zou hier de boot van de SSN moeten zijn. Dit is de toegangspoort waar je je ticket moet laten zien. En dan ga je hier aan boord van de boot richting Vermilion City. Heel nice. Ja, dit is super goed nagemaakt. Want in Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee en Pokémon Red and Blue heeft dit inderdaad deze vorm. Dit steigerding, de weg naar de SSN toe, die heeft inderdaad deze vorm. Ah, ik vind het zo leuk dat er ook overal Pokéballs op de vloer liggen en zo. Heel gaaf. Eens even kijken, wat is dit voor stad? Welke stad is dit? Oh, dit is dan denk ik Vermilion City. Want in Vermilion City, naar de gym van Lieutenant Surge, moet je inderdaad zo'n boompje weghalen met Cut. Dan kan je erdoor en dan kan je dus de gym van Vermilion City van Lieutenant Surge kan je ingaan. Vet. Maar dit lijkt dan meer op de Chairman's huis? Dan had hij eigenlijk een Ninetales plakkaat op de muur moeten zitten. Trouwens wel echt hele coole ontwerpen allemaal. Snorlaxie, heel cool. Ja, de voorzitter, de chairman van inderdaad van de Pokémon fanclub, dat zocht ik. Die is er heel erg fan van Ninetales volgens mij. En dat huis lijkt inderdaad wel op dit huis. Het is ook wel leuk gedaan hoor. Ik had alleen de gym verwacht eigenlijk daar. Maar de Chairman's huis was heel mooi gemaakt. Kijk trouwens wat hij hier om de huisjes heeft gezet. Echt super cool. Dan krijg je echt het gevoel dat die huisjes een stuk groter zijn dan dat ze eigenlijk zijn. Oké, we gaan door. We gaan hier naar boven. Wat gaan we hier dan vinden? Wiens huis is dit dan? Wat? No way! Dit is een Pokémon Center! Dit lijkt zo goed! Nurse Joy staat hier gewoon achter de toonbank natuurlijk om je Pokémon te healen. En ook dat patroontje, die wanden met die Pokéballs erachter, is echt accurate, jongen. Dit is zo vet! Wat hebben we hier nog meer kamers? Oh, dit is de fietsenwinkel. Hier kan je je fietsvoucher inleveren en dan krijg je een fiets waarmee je dus richting Bicycle Road kan. Dit is ook best wel goed nagemaakt. Ik herken het echt heel goed. Heel vet gedaan. Nou, geef me maar zo'n fiets. Kan ik doorfietsen? Nice. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nu echt hoge verwachtingen van wat er in dit huis allemaal is. Kijk dan. Ik zie niet per se wat dit is, maar dit lijkt me een soort van Pokémarkt inderdaad. Ja, je kan hier natuurlijk je protein en je irons en je zink gewoon lekker kopen. En hier zijn allemaal Pokémon. Kan je hier Pokémon kopen? Of zijn dit gewoon items? Ja, dit is toch wel duidelijk de Pokémarkt hoor. Heel cool. Wat vet. Oh, ik moet dit eiland hebben. Ik moet dit ook maken. Dit is zo tof. Oké, we gaan naar boven jongens. We gaan naar boven. Oh ja, en dit is waar je vroeger kon gaan battelen en traden en zo. Dan moest je je melden bij zo'n computer en dan mocht je doorlopen naar het dingetje daarachter, naar de kamer daarachter. En dan kon je daar bijvoorbeeld gaan battelen via internet of je kon gaan traden via internet. Ja, dit is zo goed nagemaakt. Dit is echt heel erg knap. Dit is wel echt het droomeiland gewoon voor elke Pokémon fan. Dit is gestoord, jongen. Zo herkenbaar. Je herkent echt gelijk wat alles is. Heel cool. Nou, dan moeten we even naar beneden, jongens. Wat hebben ze beneden gemaakt? Yo, dit is de arcadehal uit Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee en Pokémon Red, Blue en Yellow. Dit is dus de arcadehal en dan moest je inderdaad hier op deze poster drukken en dan kreeg je een geheime gang naar beneden en dat was Team Rocket's hideout. En ondertussen kon je gewoon lekker hier allemaal spelletjes spelen in de arcadehal. Dit is fantastisch. Ik heb Pokémon Red, Blue en Yellow echt helemaal kapot gespeeld en ja, ik herken alles. Dit was duidelijk het allertofste huisje tot nu toe wat ik ooit heb gezien in Animal Crossing. Dit is insane. Oké, we zijn weer uit het huisje. We gaan verder kijken wat er nog meer te beleven is hier allemaal op dit eiland. Dit is compleet gestoord. Ik weet niet hoe je dit maakt, maar degene die dit heeft gemaakt, die heeft dit gedaan. Hier is nog een huis. Wat is dit dan weer? Hoeveel huisjes zijn hier? Wat? Dit is het huis. Dit is de gym zelfs. De gym van Brock. Ja man, allemaal stenen pilaren en zo. En inderdaad, de outfit van Brock staat ook hier gewoon klaar. Brock staat hier op je te wachten in Pewter City om de eerste gym challenge met je te doen met zijn Onix en zijn Geodude. What? What? Dit is geweldig. Pewter City, jongens. Let's go. We gaan hier naar boven. Ja, en dan hebben we hier natuurlijk het Fossil Restoration Center. Het museum. Het museum kennen we allemaal wel van binnen. Maar van buiten ziet hij er heel vet uit. Hij is wat uitgebreid met wat wanden en wat torens erachter. Het ziet er gewoon cool uit. Ja, nice. Eens even kijken wat dit geheime paadje voor ons te bieden heeft, jongens. Oké, niet zoveel. Ja, wel een Pokémon. Hier ligt een item. We hebben een item gevonden, jongens. Oh, sorry. Ik schud aan je boom. Ik hoop dat er geen B-draw uitkomt, jongens. We gaan wegrennen. Ik ben nu al soort van verdwaald, jongens. We gaan hier naar boven. En dan gaan we hier naartoe, naar links.
En dan hebben we weer... Kijk, we hebben gewoon weer een geheim gangetje gevonden naar het volgende stukje. Caterpie, yo man. Dit is Viridian Forest. Ja man, dit is Viridian Forest. Kijk maar, Pikachu kunnen we hier vinden. Caterpies vinden we hier. Heel nice. Itempie gevonden, hoppakee. Viridian Forest, jongens. De beste plek om te shiny hunten in Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee. En dan vinden we hier nog een strandje met een Shellder. Oké, we gaan hier naar rechts. Hier naar beneden. En dan hebben we de linkerkant van het eiland gehad. Nu moeten we nog het midden. En de rechterkant. En dan gaan we nu kijken of we aan de rechterkant van het eiland terecht kunnen komen. Ja, dat gaan we via hier, denk ik. Hier zien we de Nooks winkel. Oh, ja. En dit is ook heel tof gedaan, want dit is natuurlijk de grote winkelstad Sheldon City. Heel goed gedaan. De winkel er neergezet met het pleintje ervoor, inderdaad. En als het goed is, loopt dit nog een stukje door naar rechts. Ja, kijk. Heel cool. Sheldon City, de shopping mall. Het winkelcentrum, P. En inderdaad ook de kledingwinkel staat hier. Eens even kijken waar we terechtkomen als we hier naar beneden gaan, jongens. Is dit Lavender Town? Dit is sowieso Lavender Town. Ja, dat is heel duidelijk te zien aan het patroon van de vloer hieronder. En dit zou dan de toren moeten zijn, denk ik. Of staat hij daar boven de toren? Hoor de enge muziek ook, hè? Je hoort de enge muziek. Lavender Town heeft enge muziek. Want hier staat natuurlijk die toren met allemaal Ghastlies en overleden Cubones en overleden Pokémon. Ja, kijk, hier zien we ook de schedel. Dit is gewoon de schedel van een Cubone. En hier is inderdaad de toren. Waar de Ghastlies en de Hunters en uiteindelijk ook Marowak zit. Zo vet! Zo vet! Ook Lavender Town is weer hartstikke mooi nagemaakt. Geweldig. Oké, en dan komen we op het strand terecht. En dan lopen we door de tralies hier naar boven. Ik weet niet zo goed wat je met een strand aan moet in Pokémon eigenlijk. Er zijn niet heel erg veel stranden in Pokémon namelijk. Ik kan in ieder geval wel hier trappetje omhoog. Oh my god. Dit is Victory Road, of niet? Ja man, dit is Victory Road op weg naar de Elite Four. Sowieso. Dit moet wel. Nee. Kijk hoe tof. Inderdaad. Kijk op dat vlaggetje staat ook Victory. Dit is gewoon Victory Road. Hou op. Hoe kan je dit maken? Kijk dit. Kijk dit. Kijk dit. 10 out of 10, jongens. Echt duidelijk 10 out of 10. Ik moet gewoon iets verder staan om alles in beeld te krijgen. Kijk dan. Hoe maak je dit? Hoe heb je dit gedaan? Dit is het Indigo Plateau. My goody, wat is dit tof gedaan. Ik moet naar binnen. Ik moet naar binnen. Ik wil hier nog een half uur naar kijken, maar ik moet naar binnen. Laat me naar binnen gaan. Ja hoor. Dit is natuurlijk de plek waar je dan je badges moet laten zien. En als je de badges hebt, dan mag je naar binnen om de Elite Four uit te dagen. En in al die kamers zit natuurlijk een challenge van de Elite Four. Oh, ik ga eerst naar de zolder. Let's go. What? Dit moet haast wel de kamer van Bruno zijn, toch? Bruno had namelijk Fighting en Stone-type Pokémon. Volgens mij Hitmonchan, Hitmonlee en Onix. Ja, dit moet de kamer van Bruno zijn. Dit is wel cool, zeg. Oh my goody, hoe maak je dit? Oké, wie is beneden? Wie is hier beneden? Yo! Misty! Dit is de allertofste Misty-kamer die er bestaat. Met natuurlijk de vismuur, de onderwatermuur. Mooi tapijtje in de midden, zodat je echt kan battelen. De outfit van Misty. Allerlei leuke schelpen en waterattributen die natuurlijk heel erg goed bij Misty passen. Oh, dit is zo ontzettend vet. Echt, hoe maak je dit, man? Nou ja, het maken, dat kan nog wel. Maar hoe verzin je dit? Hoe verzin je dit? Dit is geweldig. Misty hoort natuurlijk niet helemaal bij de Elite Four. Maar hé, dat maakt niet uit. Met zo'n kamer verdien je gewoon bij de Elite Four te horen. Oké. Wie zit hier rechts? Let's go. Wow. Dit is wel een hele dikke fire-type plek, jongens. In Kanto had je volgens mij niet een Elite Four fire-type member. Maar dat maakt niet uit. Misschien is dit wel gewoon de kamer van Flint. Jeetje, ik vind dit behang echt heel tof. Ik krijg het gewoon spontaan warm hier. Man, man, man. Super cool. Oké, we hebben nog twee kamers te gaan. Nu de kamer links. Oh, is dit Faulkner of zo? Of is dit een verwijzing naar Heart Gold en Soul Silver? Of Gold en Silver met die twee torens. Met de Bellsprout Tower en toren waar Lugia of Ho-Oh zit. Ik vind het wel een vette kamer sowieso. Het is nog wel een beetje de vraag van wie wat zit hier. Je kan het op meerdere manieren interpreteren. Maar het is ook wel nice hoor. En dan de laatste kamer. Is dit de kamer waarin we kunnen laten zien dat we Pokémon kampioen zijn geworden? Of is dit wat anders? Ik ben heel benieuwd. Let's go. Ja, ik denk het wel. Soort van. Of is dit de gym van Erica of zo? Het heeft in ieder geval te maken met grass. Met grass types. Met grass of bug
archetypes. Wel een toffe kamer ook hoor. De maker van dit eiland heeft er volgens mij voor gekozen om gewoon zijn favoriete gymleaders te bekronen tot Elite Four. En daar gewoon kamers van te maken. Ik vind het wel heel mooi. Het laat wel heel duidelijk de thema's zien van water, vuur, ground fighting en nu ook gras. Heel cool gedaan. Oké jongens, we zijn weer terug waar het allemaal begon. In Palletown bij het huis van Ash. Waar is Ash trouwens? Ik had wel gehoopt om Ash ook te zien. In ieder geval, dit is het allermooiste eiland wat ik tot nu toe ooit heb gezien in Animal Crossing. Laat me vooral weten wat jij vindt van dit eiland. En heb je een ander leuk thema-eiland die ik moet bezoeken? Gooi het hieronder in de reacties. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!